Deze beschouwing, die gaat over een Duitser. En die heet uh, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. <laughs> Hegel, Hegel. <laughs> die man die wordt veel genoemd hè, in, de, in die, die samensweringstoestanden, jongens. Met de... Uh, dat begrip uh, these, antithese en synthese. En die, dat is bij Hegel is dat een wetmatigheid, by the way. Dus dat uh, de mensheid die komt met een uh, idee, iemand onder de mensen hè? die komt met een idee, en dan komt iemand anders met uh, het tegenovergestelde. En dan volgt er een uh, samensmelting van het oorspronkelijke idee en het tegenovergestelde. En dat is dan de synthese. Dat komt uit de koker van meneer Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Absolute onzin. En dat valt meneer uh, Georg Wilhelm Friedrich Hegel bijzonder kwalijk te nemen. Want hij is geboeid in 1770. En toen hij drie jaar was, ging hij naar school. En hij heeft al heel, op hele vroege leeftijd Latijn geleerd van zijn moeder. Toen die drie af vier was. Nou, Latijn is geen taal natuurlijk. Dus. Het is een soort uh, code-uitwisseling. Fideo, uh, dat is één woord, hè. Fideo. Dat betekent uh, ik zie. Ja, ja. Dat horen dus twee woorden te zijn. In het Latijn is dat maar één woord. En dat komt in het Latijn... Dat is geen taal, dat is een coderingsafspraak. Ik heb het al eerder gezegd, het is geen wonder dat er nooit een essay is geschreven wat heet de schoonheid van Latijn. Je zou zelfs kunnen zeggen dat mensen die zich bezighouden hele ten dagen met Latijn... Anders dan doktoren en mensen die dat... Ja, bepaalde biologen bijvoorbeeld. Die, ja, die hebben dus Latijnse namen voor planten en dieren. En ja, oké, okay, dan maar, hè? Code, snap je nog? Ja. Maar mensen die het Latijns uh, eerbiedigen nog... En dat gebeurt nog steeds, in de katholieke kerk met name. Ja, die mensen die... Ja, die, die hebben geestelijke problemen. En ik denk, die uh, mensen ja, hebben geestelijke problemen. Als je bij de katholieke kerk wil, dan heb je een geestelijk probleem. Uh, waarom zou je willen bij de universele kerk? Waarom wil je niet bij de kerk die universeel is? Hè? Je gaat toch ook geen auto kopen en die heet de beste auto? Je koopt een auto en dat is geen Renault Clio. En dan weet je in elk geval dat je een auto hebt en die is beter dan dat wat ik. Grapje. Het is ook een valse auto. Je gaat dus niet, je gaat niet willen dat je bij de universele kerk hoort. Als je dat. Als je die wens hebt. Dat staat wat mij betreft gelijk aan de wens dat je als man uh, seksuele avonturen wil gaan beleven met een andere man. Dat is pervers. Ik kan er niks aan doen, ik kan het niet verbieden. En om die reden, omdat het niet kan, uh, vind ik ook dat je het niet moet toestaan. Dat je het... Er moet een verbod komen op het verbieden van katholicisme en er moet een verbod komen op het verbieden van homoseksualiteit. Want dat zijn zinloze bezigheden. Homoseksualiteit en katholicisme, die moet je allebei laten doodbloeden. Dat gaat vanzelf voorbij, namelijk. Kinderen moet je leren dat als jij je inlaat met herenliefde... Liefde. En kinderen moet je vertellen dat herenliefde, dat is heel normaal. Mannen zijn in de regel socialer dan vrouwen. Die werken veel beter samen, die geven meer om elkaar, die geven elkaar meer rugdekking en dat soort dingen. Maar met Herenliefde wordt bedoeld bedrijven van seks. Ja, ik ga me even dit gaat over hegel, en als je het hebt over Hegel, dan heb je het, krijg je het automatisch over vieze dingen. Dus wet, dat moet je mama vergeven. En ik hoop dat je hier een beetje om kan grinniken. Dan heb je er nog wat aan. <laughs> Hekel gaat overweg. Ah goed, ik was gebleven bij homoseksualiteit en katholicisme. Eh, het is allebei een perversie. En eh, de kinderen moet je leren dat als je je inlaat met de homoseksualiteit. Dat de mensen die dat doen, dat daarvan is vastgesteld dat sinds dat erg in opkomst kwam, en dat was met name in de 20e eeuw, dus de vorige eeuw, en de eerste sterftecijfers die zijn inmiddels binnengedruppeld. En wij weten nu dat mensen die zich inlaten met seksuele activiteit op dat terrein, die gaan opmerkelijk eerder dood. Dan heb ik het niet over een paar weken eerder dood, nee, opmerkelijk eerder dood. En voordat ze sterven, zijn ze eenzamer. Allemaal heel verklaarbaar, wij, hoor. Want uh, mensen die, die dat niet doen, onder die groep die dat niet doet, heb je een veel hoger percentage van mensen met kinderen. Nou, en als je kinderen hebt, is de kans dat je eenzaam doodgaat een stuk kleiner. Ja. <laughs> In zekere zin is het heel erg te verwachten. Maar ook is het zo dat de sociale. Cohesie in die groep die is vrij laag. De mensen die dus, uh, zich bezighouden met uh, ja, homoseksuele seks, met ja, die hebben seks met iedereen, man. Dat blijkt ook, uh, die hebben honderden seksuele partners. Nou, dat moet je kleine kinderen vertellen. Uh, je kan wel gaan voor de reetridderij, maar het kost je een paar jaar van je leven. En de jaren daaraan voorafgaand, dat worden niet de leukste jaren van je leven. Uh, een is leuk als je 18 bent en je ziet er goed uit. En dat, de, de katholieke mensen, moet je vertellen, dat die organisatie die erachter zit, dat dat in de Bijbel wordt genoemd de antichrist. En dat die organisatie verantwoordelijk is voor... Ja, dus... ooit stond de teller op 500 miljoen dode burgers. En ja, we, we tellen lustig door hoor. Er zijn nog nooit zoveel oorlogen geweest als dat die, de katholieke kerk de Verenigde Naties heeft opgericht. Ja, maar dat was niet de schuld van de Verenigde Naties hoor. Dat is een vredestichtende organisatie. Ja, ga jij dan nou maar een keertje nadenken. Goed, dat zijn uh, perversiteiten in, uh, uh, in het denken. En terug naar uh, Hegel. Uh, hey, en dan kwam ik dus op via dat Latijn. Hè? Uh, Hegel heeft dus op jonge leeftijd Latijn geleerd. Nou, dat zegt dus helemaal niks. Want dit is geen taal. Dit is een coderingssysteem van woorden. Voor een coderingssysteem van begrippen. Meer niet. Het is leuk om planten uh, met één kreet. Ze zeggen, ja, dat is een levitiekietje tjutkus, uh, of zo. Ja, daar is het leuk voor. Als je dat leuk wil noemen. Het levert je waarschijnlijk korte frazen op. En dat is handig voor een, uh, weet het, een botanica, heet dat dan? Ja. Nou, toen Kant geboren werd, dat was 1770. Toen hij 11 was en toen kon. Nee, toen, uh, sorry, toen Georg Wilhelm Friedrich Hegel geboren werd, 1770. Uh, toen leefde Kant al. Kant studeerde toen. gaf les, sorry. <laughs> aan de Universiteit van Koningsbergen. En, uh, oh, dit was zeer erg. Dit, dit was echt zelfschrikkelijk. Nou, dat was in de tijd van Kant. ...had je twee stromingen in de filosofie. En de ene stroming, dat was ongetwijfeld de oudste stroming. En dat was de stroming van het rationalisme, wat er vanuit ging dat er zoiets was als God. En die binnen het rationalisme had je hele bespiegelingen over de aard en de toestand en nou, die, van de, de wereld met God en al dat soort dingen. Men had dus als het ware uh, kennis van God. Men sprak vrij uit over God. En dat was het rationalisme. En dat vind je onder schrijvers zoals Spinoza, uh, Descartes, uh, Wolff, uh, Leibniz. Nou, heb ik wat de belangrijkste te pakken? En in het anglo gebied, dus Engeland en Ierland en Schotland en zo, daar had je de. Dat noemden ze de empiristen. En die mensen zeiden van ja, al de gezeik van het rationalisme, van nou, een god die zou hebben bestaan, dingen ze. Nou, waar is die dan? He? Nee, het enige waar je vanuit kan gaan, dat is de waarneming. En dan ja, ga je daar maar over lopen mijmeren. Hè? En je moet niet zo perceuren over een entiteit, te weten, meneer God. Of andere dingen. Want Leibniz had het over een of weer andere dingen. Of die had het over monaden. En René Descartes die had het erover dat je. In, in je hersenen daar zit een, or, nou, dat is een stukje van je hersenen, dat heet de epifice. En dan de epifice, dat is een antenne. waarmee de mens contact maakt met. Uh, de res cogitans, dan je dat. res extensa is de materie. En res cogitans, dat is dan de. dat is dan geen materie die er is, maar dat is de materie die denkt. Cogitas, dat kun je wel van cognitie leren en zo. Hè? In de film uh, met, ook weer de, met Tom Cruise. De Dinges Report. La La, la Report. Die, die film over... De uh, Minority Report, hè, die film. Best een leuke film. En daar liggen die uh, drie wezens, die drijven in zo'n zoutbad... En dat zijn de Cogs, de COGs. Dat komt van denken. En res cogitans dat is Latijn, by the way. René Descartes schreef in het Latijn. Die zat in de achterhoek, by the way. Spinoza was ook in Nederland, hè? Ik denk dat ze allebei op de vlucht waren voor de katholieke kerk. Anyway, je had hier op het vasteland dus die mensen. En in Engeland had je Barclay, Locke en Hume. Dat zijn de drie belangrijkste aan die kant. En dat was onverenigbaar. Dus dan heb je een situatie van these en antithese, ja of nee? Huh? En dan mag jij gaan verzinnen wie heeft dan de these en wie heeft de antithese. En ik zou dan zeggen: nou, de these moet je zoeken bij de rationalisten, en de antithese moet je zoeken bij de empiristen. Dat zou ik zeggen. Hè? Omdat het empirisme later was dan het rationalisme. Hm. En dan volgens Hegel, hè, met zijn leer, krijg je dan uh, de synthese. Dus een connectie maken tussen, in dit geval het rationalisme. En het empirisme. Ja, goed, goed. Dit, dit, is, dit is geen geintje wat ik nu doe. Hè? Dit is een hele nauwkeurige bestudering van het woord van deze Duitser die filosofie les gaf. Besef heel goed dat ik hem geen filosoof noem. Hij gaf filosofie les. Dat weten wij van hem. Ja, maar om een filosoof te zijn, dan moet je zijn van het kaliber Immanuel Kant. Uh, Immanuel Kant was een man met verstand. En heb je geen verstand, zoals Georg Wilhelm Friedrich Hegel, dan, ja, dan komt jou de term filosoof niet toe. Dat merkteken verdien je niet. Want dat moet je minimaal hè? verstand hebben. Nou, in 1781, toen was Georg Wilhelm Friedrich Hegel, was elf. Toen zat hij al zes jaar lang op school. Hij had al Latijn geleerd, helaas, maar goed, dat kan je niet gebruiken als excuus. Huh? Oh ja, en vanaf zijn zevende tot zijn achttiende jaar uh, bezocht hij, het Grundschule en hij de Stuttgarter Groenschule en het gymnasium. Dus nou, hij heeft onderwijs gekregen van hier tot Tokio. En toen hij 11 was, is de kritiek die Rijn vernoemd uh, gepubliceerd. Dat heeft hij toch in handen kunnen hebben. Wat is dat nou? Je kan toch moeilijk zeggen dat je expert bent van de popmuziek. En dan vraagt iemand aan jou: En wat vind je van de Beatles? Dat je zegt de Beatles? Sorry? De, de Beatles? De, uh, uh, wie zijn dat? Dat kan toch niet? Oh, nee, ik heb verstand van popmuziek. Maar uh, sorry hoor, de uh, Beatles, hoe schrijf je dat? B-E-E-T-L-E-S of zo? De insecten? Oh, met een A erin. Over een beat. Oh, de Beatles. Ah, ja ja. En eh... Uh, Jeetje zag, hebben die veel geschreven? Waren die beroemd? Kijk, dat kan toch niet, hè? Ik ga me een hoop vertellen. Maar als je niet weet wie de Beatles waren. Die ongelofelijke kutmuziek met. Mother Mary Comes to Me. Een braak. Ja, sorry hoor, het moest er even uit hoor. Je hebt het over hekel en dan raak je onmiddellijk geïrriteerd. Wat een stuk vreten. En nou, er zijn het hele en die noemen hem filosoof. Door dat kan je zeggen, er zijn hele volkstammen en die hebben Georg, Wilhelm, Friedrich, Hegel filosoof genoemd. Ja. Er zijn ook mensen. en die noemen Madonna een, uh, een seksueel aantrekkelijke vrouw. Ja, dat moeten ze lekker zelf weten. Die hebben mensen hebben geen fantasie. Wat mij betreft. Ihoek. Sex met Madonna, zelfs nog een film uitgebracht en die heet Zo. En alleen vanwege de titel ben je al van zin om er niet naartoe te gaan. En ik denk niet dat ik Madonna onaardig vind of zo. Ze is ook maar een misleid persoon. Lijkt het maagd. Oh, alsof het de eerste keer was. Bah, wat een liedje. Ja, nou, je krijgt het over Hegel en je hebt gelijk. Uh, <laughs> er schieten allerlei dingen. Oh, 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 oh. Maar goed, Georg Hegel, toen hij elf was, toen kwam dat boek uit. Dat boek, dat was, uh, dat, dat, dat was een atoombom. Dat was, de, dat was de Hiroshima in alle bibliotheken met filosofische boeken. Wil ik zeggen, Ja, de, de, de horloge, maar bom, kunnen zeggen. Uh, toen Kant stierf, en dat was denk ik 20, 30 jaar na de publicatie van de kritiek, toen circuleerde er over dat boek 500 publicaties. En dan heb je het over een tijd, einde van de 18e eeuw, begin 19e eeuw. ...dat uh, het publiceren van een boek, dat was niet iedereen beschoren. Ja. Tegenwoordig kan iedere Jan Doedel... Uh, ...die heeft een boek. Je, dan heb je zo'n websiteje, dan doe je een pdf'je naartoe... ...en die mensen daar die zijn dan ook nog bereid om dat een beetje in te rangschikken. En, uh, en voor 300 euro of zo heb je 50 exemplaren thuis. Nou, dat kan nu, maar... Uh, toen niet, hè? Dus iedereen had het erover. En weinig mensen hebben de inhoud van het boek begrepen. Maar dat komt omdat weinig mensen kunnen nadenken. En dat is zo. En dat heeft te maken met dat weinig mensen het doen. Want ieder mens kan nadenken. En het punt is dat alles wat je wil. Kunnen, dat zal je moeten trainen, dat zal je moeten oefenen. Ja. De, de moeder van mijn kind uh, die zei ooit: Ik zou wel willen kunnen schaken. Nou, daar heb ik later tegen haar gezegd: Zullen we op je Ze zei: Ja, vanavond heb ik geen tijd. Vanavond. Uh, ik weet het wel, dan moest ze naar een ex of zo. Ze <laughs> was heel erg bezig met haar sociale contacten te onderhouden. Oh ja, we hebben weliswaar ooit oh, seks gehad en, uh, en uh, momenteel uh, dan even niet. Maar uh, ja, wat niet eens kan komen, uh, zeker als het ooit geweest is. En uh, ik ga nu even thee bij hem drinken hoor, anders voelt als hij zich zo alleen. Oh. Maar goed, ze hebben het dus nooit geoefend. Ja, uh, je gaat dan niet aan haar vragen of ze kan schaken. natuurlijk nee. niet. Nee, als je schaken niet oefent, dan ga je het niet leren. Punt. Nou, ik ben iemand en ik kan dat van nature. Ja, ja. Zet de stukken maar even op. Gaan we kijken wie er wint, ja? Dus het nadenken, dat moet je ook trainen. Bijvoorbeeld door te schaken. Huh? Dat is wel grappig aan de hersenen, dat het niet eens zo gek veel uitmaakt... hoe je die hersenen traint, als je ze maar traint. Uh, cryptogrammen is ook prima... Uh, Sudokus. Als je dat leuk vindt, ga je dat toch doen. Ja? Schaken. Ik zou niet Hegel gaan lezen. By the way. Maar dan kom ik zo dadelijk op. Anyway. Uh, Hegel was op de hoogte van de kritiek de Rijnen vernoemd. Nou, hij heeft de Russie... Die er was, het conflict dat er was tussen de rationalisten en de empiristen, opgelost. Opgelost, punt. En niet middels een synthese. Nee. Kant heeft die ruzie tussen de rationalisten en de empiristen, die ruzie heeft hij opgelost door eerst te vertellen, uit te leggen, te beredeneren, dat de grondslag van de rationalisten niet deugt en dat dus alles wat ze afleiden van die grondslag niet deugt, dus ook het kritiek hebben op andere mensen op basis van die grondslag. Want als je grondslag niet deugt, dan is alles wat je zegt op basis van die grondslag ondeugdelijk. Met andere woorden, hij zei, die rationalisten die moeten hun grote mond dicht houden en geen ruzie maken met Engeland. Nou, en datzelfde heeft hij ook gedaan met de empiristen. Hij zei, de grondslag van de empiristen die slaat helemaal nergens op. Dus moeten die empiristen hun mond houden en niet langer die rationalisten lopen uitlachen. Dat heeft hij gedaan. Nou, dat is geen synthese maken, dacht ik, hè? Van, ja, oh, kijk, uh, we hebben ruzie tussen de empiristen en de rationalisten. Maar de oplossing is, is dat de empiristen een beetje water bij de wijn doen. En dan de rationalisten ook. En dan hoeveel het water bij de wijn, nou, dan is het nog steeds echte wijn, hoor. En dan heb je uh, dus die uh, een beetje waterige empiristische wijn. En dan die beter waterige rationalistische wijn. En allebei een beetje water bij de wijn. En dan maken we daar sherry van. En dat is de synthese. Dat heeft Kant niet gedaan. Kant heeft gezegd, uh, die wijn van de rationalisten, flikken maar weg, zure rotzooi. En die wijn van die empiristen, dat lijkt net water. Dus uh, flikken dat ook maar weg. En toen heeft Kant gezegd, nou, als de rationalisten dan geen gelijk hebben en de empiristen geen gelijk, wie heeft er dan gelijk? Nou, zei Kant, ik heb gelijk. <laughs> Kijk dat is... Hoe meer ik erover nadenken, over wat kant heeft gedaan. Hè? Geweldig. En niemand, niemand kon er ook maar iets tegen inbrengen. Niemand. De kritiek de reine vernoemd is geschreven in 1781. En we zijn nu dus uh, 240 jaar verder, uh, ongeveer. is dus maar tweeënhalve eeuw. Tien generaties. Uh, ongeveer, als je een generatie 25 jaar rekent. Uh. Tien generaties verder. Uh, niemand, hè? Uh. Niemand heeft maar een jota uh, tegen de kritiek der reine vernoemd in kunnen brengen. En dan kun je zeggen, ja, maar de Kritiek der reine vernuft dat is zo'n dik boek. En uh, als iemand alleen maar ziet, oh, zo'n dik boek, heeft hij gelijk wel geen zin om het te weerleggen. Dan heb je een punt. Dan heb je duidelijk een punt, ja. Maar... Hè? Stukjes daarvan. Ik heb hier de... Hier in huis, ja, 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 die heb ik hier in huis. Ik heb de tweede editie van de Kritiek der reine vernuft. Een hele oude, by the way. Ja, een geweldig exemplaar. Die heb ik overigens alleen maar voor de. Ja, om te pochen. Ik zeg het maar eerlijk. Ik lees daar niet elke avond in voordat ik geslapen heb. Maar daar zit een voorwoord in. En dat voorwoord dat heb ik in het kader van mijn studie filosofie. En het vak was dan moderne filosofie een kant tot de moderne filosofen. je Ze zeggen, modern? Is dat modern? Dat is dus 18e eeuw, dat is toch niet modern? Ja, in de filosofie gaat het door voor modern. Want tijd gaat heel erg langzaam, lieverd. Heel erg langzaam. Maar tijd kan zoveel betekenen. Dat is vrij vertaald naar de Righteous Brothers. Hè? Time goes slowly. goes slowly. But time can... nou, ja. Tijd gaat niet zo snel. Nou, voor het uh, examenvak Moderne Filosofie. Uh, daar zat ook Marx bij. En uh, Toen heb ik mij niet zo leuk uitgelaten over Karl Marx. En, maar ik was van mening uh, dat de studenten uh, gevraagd werd om goed na te denken over dat wat ze lazen. En dat je een, nou, goed zegt wat je vindt. Van het geschrevene van. zo'n, in dit geval. Uh, ja, Karl Marx. Die ik ook geen filosoof wil noemen. maar die wordt dan filosoof genoemd. En ik. en dat was naïef. Dat geef ik direct toe. Dat geef ik glad toe. Ik had geen flauw benul van het feit. dat die leraar. moderne filosofie. van iedereen die hij dan. Uh, meenam in het tentamen. en dat was in dit geval dan Karl Marx. Uh, dat je. In het geven van het antwoord als leerling. dat, je, dat het respect voor de auteur. van jouw kant, hè, als examinant. dat het overduidelijk moet zijn. En met andere woorden. Uh, toen ik dus zei. Uh, van nou. hier maakt Karl Marx duidelijk. dat hij niet kan nadenken. dat heb ik niet gezegd hoor. maar hij zegt hier uh, dit. en vervolgens zegt hij in die zin dat. en die twee dingen zijn strijdig. Dus. Uh, kan, uh, ja, kan je de eerste twee zinnen kan je vergeten. En uh, dat antwoord wat hij zoekt op zijn vraag, want hij stelt die en die vraag. En het antwoord op die vraag weet ik wel. En het antwoord is dubbele punt. Nou, dat leverde mij dus een vier op. dat was dus niet de bedoeling. Je moest wel zeggen: Goh, wat is Karl Marx goed zeg? Nou, wat een inzicht. Karl Marx heeft geen inzicht en is niet goed. Dat is kapitaal. Daar was er een stukje uit. Dat is, uh, dat is een bagger. Het is jammer dat het opgeschreven is. Nou, toen had ik een vier en toen ben ik naar die man toegestapt. gestapt. Dan heb ik gezegd: Ja, dit is een beetje al te vervelend. En, uh, en die man zei: van, Ja, maar je hebt wel een vier. Ik neem geen Jota terug. Die krijg je geen voldoende voor. Dus ik weet niet waar je voor komt, maar uh, jij hebt een vier. Ik zei: Nou, ik dacht, als ik nou eens van jou een extra taak krijg. En als ik dat dan uh, voldoende doe. Of nou, ik zeg, als ik dat dan goed doe. dat ik dan een 6 krijg. Slim, hè, van mij. En toen zei iemand: Oh ja. Oh, zei hij: Ja, nee, daar kunnen we wel een deal van maken. En toen moest ik de, het voorwoord bij de tweede editie van de kritiek. De reine Vernoemd van Immanuel Kant, alleen het voorwoord samenvatten. In het Nederlands en als uitgangspunt moest ik nemen de originele Duitse tekst. Die ik dus inmiddels, die later heb ik die gekocht. Ik kwam de boek tegen in een antikariater, kostte niks, zeven dus gulden of zo. Denk, nou heb ik er ook in. Nou, dat voorwoord, daar staat het eigenlijk helemaal in, hoor. Dat zijn maar acht pagina's, tien pagina's. Uh, misschien iets meer. Nou, Kant neemt er wel de tijd voor. Uh. En het heeft mij, uh, die samenvatting te schrijven, het heeft mij drie dagen gekost. Dus het, het is zware kost, Kant is zware kost. Maar dan heb je ook wat. Uh. En drie dagen, wat zijn nou drie dagen? Time. Go slowly. Ja, als je je bezig wil houden met de wezenlijke dingen van dit bestaan, van dit aardse tranendal, om het maar even zo vrolijk mogelijk te bestempelen, want wat moet je anders doen dan janken bij mensen zoals Georg, Wilhelm, Friedrich, Hegel, om dan maar te zwijgen over de muziek van Madonna. De verzamelde werken van de verzamelde pauze. En niet te vergeten Karl Marx. Ja, het is moeilijk om de ogen daarbij droog te houden. Hè? Kortom. Als Georg Wilhelm Friedrich Hegel hersencellen had gehad die bereid waren tot samenwerken, want dat moeten. De hersencellen moeten samenwerken en dan komen ze tot begrippen. Dus de ene hersencel denkt dit en de andere hersencel denkt dat. En jij, als de baas van de hersencellen, jij moet zeggen: oh, dat kan niet langer. Er is een these en een antithese en er moet een synthese komen. Want er is maar één waarheid namelijk. Ja. Kijk, als je in je hoofd dat hebt, dat je op de ene manier. Uh, ik ken een man uh, die heeft, in de eerste, heeft eerst in de Tweede Kamer gezeten en die heeft daarna in de Eerste Kamer gezeten. En die had in de, in de krant hij gelezen: voor de SP, by the way. Dus als je op die partij ooit nog denkt te gaan stemmen, knop je even dit verhaal goed in de oren. Dat hij heeft voor de SP in de Tweede Kamer gezeten en dat deed hij zo goed dat hij daarna voor de SP, de Socialistische Partij, in de Eerste Kamer mocht gaan zitten. En hij heeft gezegd tegen mij en wat andere mensen die erbij waren, dat was in de kroeg, in Wageningen. En we hadden wat gedronken, maar we waren niet stom dronken. En hij had in de krant gelezen dat er een schandknaap in Thailand was verwurgd, terwijl die geld aan het verdienen was met het verrichten van seksuele activiteiten aan een volwassen man. Dat ging dus om een jongen van 13 of 14 jaar. En die was, uh, nou, de details weet ik dan niet, maar daar kan je je wel iets bij voorstellen. Iets met seks en dat jongetje had het er niet levend van afgebracht. En die man, die dan later in de Tweede Kamer zou belanden voor de SP. Die, uh, die had gezegd: Ja, daar heb ik dan uh, tegenstrijdige emoties bij. Dus had hij een these-antithese gevoel, hè. En de ene these was dan uh, dat hij dat uh, verwerpelijk vond, dat hij dat erg vond, en dat dat jongetje de dood had gevonden. Terwijl hij alleen maar, uh, dat jongetje was natuurlijk. Ja, het is bij Nederlandse wet niet verboden, ook. Hè? En volgens de Thaise wet is het niet verboden dat je als volwassen man zo'n jongetje betaalt. Dat zou hier in Nederland is dat verboden. En dat zijn jongetje dan de dood vindt op zo'n uh, avondmiddag of zo. Nou, uh, ah, die vind ik wel erg hoor. En dan die antithese die hij in zijn hoofd had, was uh, dat hij er wel een beetje seksueel opgewonden van werd van dat verhaal. Ik heb dat uh, die getuigenis rustig aangehoord. En. Uh, Ja, en nu denk ik dan: uh, hoe moet daar een synthese van komen? Nee, nou, we kunnen Hegel niet meer vragen hoe hij deze these en antithese. Dus je leest het in de krant: dat er een schandknaap van 13, 14 jaar de dood heeft gevonden. omdat een van zijn klanten, zijn laatste klant, hem gewurgd heeft, want dat vond die klant zo geil. En dat je dan aan de ene kant denkt van, nou zeg wat erg, dat moet niet kunnen. En dat je aan de andere kant denkt van, oh ik krijg een petje. aan uh, hey, ik voel iets kriebelen in mijn onderbroek. Ja, hoe moet je dat synthetiseren? Ja. Dus ik denk dat een lobotomie dan het beste is, dat je, ja. Electroshocks ofzo. ja dat verhaal van synthese, antithese, nee, these, antithese, synthese, het... ja, ik kan ook van alles zeggen. Maar Hegel heeft er eventjes overgeslagen dat uh, een van, ja, dus niet zijn voorganger, want Hegel is, Hegel was, werd gezien, werd, ge werd filosoof genoemd, maar dat zegt niks. Uh, wie leest er heden ten dagen de fenomenologie van de geest? Dat is een van zijn hoofdwerken. Wie leest dat? Daar kom ik zo dadelijk op. Ik heb, nog niet, uh, ik heb Hegel nog niet helemaal afgesabeld. Maar dat verhaal van these, antithese en synthese: hij had moeten zeggen: uh, dat is zo, behalve in het geval van de diepste gedachten van de mensheid... te weten, de filosofie. Want daar hadden we een these en een antithese... en die is opgelost door Immanuel Kant... door beide partijen te bestempelen tot vol idioten... en er zelf met de hoofdprijs vandoor te gaan. Maar dat betreft alleen maar de filosofie... en ik ga het hebben over de werkelijke werkelijkheid... en, uh, en niet over filosofie. Kijk, dat had hij eerlijk moeten zeggen... Uh, nou, hij was de, de Albert Verlinde, uh, dat is hier zo'n zo, zo, uh, zo reetridder by the way, zo'n homoseksueel, zo'n perverse kerel. Uh, hij was de Albert Verlinde met zijn showbiznieuws. En Immanuel uh, Kant, die, die werd terzijde geschoven met al die 500 andere auteurs die eventjes dachten om Immanuel Kant te gaan weerleggen. Terwijl er zijn, er zijn publicaties geweest die zijn nog bewaard van mensen die gingen iemand in wel kant weer leggen. En die hadden niet eens zijn begrip analyticiteit uh, goed begrepen. Zelfs dat hadden ze fout samengevat. En dan gingen ze op basis daarvan dan gingen ze zeggen dat Kant ongelijk had. Ja, he, 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 he. Ze hadden hem gewoon fout overgeschreven. Jeetje, wat een sukkels waren dat. En dan gaat Hegel eventjes kant gelijk stellen met iedereen die kritiek op hem had. Ga er weer. Ja, geef mijn portie maar een fikkie. Zo lust ik er ook nog wel drie. Nee, hey, Hegel, het is jammer dat die man... Uh, het is jammer dat de naam van die man nog genoemd wordt. Anders dan een wijze waarop ik het doe. Ik ben niet voor boekverbranding of zo. dan zou je alleen maar de aandacht vestigen op zo'n boek als de Fenomenologie van de Geest. En mensen zeggen: Oh, het boek wordt verbrand. Oh, dan moet het wel goed zijn. Dan gaan mensen het juist lezen. En na Immanuel Kant kwam mijn, en dat is mijn hero, Arthur Schopenhauer. Die vind ik zo leuk. Hè. Verstandige man. Die ging niet om met vrouwen. Oh, wat een geniale vent, zeg. Ja, maar dan heeft Artie Schopenhauer dus ook geen uh, wilde seks gehad zoals jij. Inderdaad, ja. Ga daar maar vanuit. Arthur Schopenhauer zat ook niet zo aan de grond als ik nu. Wanneer Arthur Schopenhauer 60 was, had hij nog een leuke bankrekening. Ja, ja die van mij is leeg door al die dames. Thank you for the music. Ja, echt waar, Perry. Heeft dat zoveel gekost? Ja. De, de schade die ik heb opgelopen aan het hebben van seks met vrouwen. Uh, schat ik in. Uh, als ik, als ik de, de totale hoeveelheid euro. En dan neem ik dat een beetje ruim om ook een dekking te hebben voor de emotionele schade. die, die uh, dat deel van de mensheid mij heeft opgeleverd. Als ik dat deel door het aantal keren dat ik seks heb gehad met zo'n uh, iets, maar. Uh, dan heb je het over meer dan 500 euro per keer. Waarbij je gelijk kan denken van nou, uh, ik ken een heroïneverslaafde vrouw en die zat op de kluizenweg en die stond er toen in de tijd van Rob Oudkerk en uh, Rob Oudkerk betaalde 50 euro per keer en die was toch uh, wethouder van Amsterdam. Heb jij wel veel betaald, Perry? Ja, inderdaad. Ja. Maar ja, ik was dan ook met die laatste wetten getrouwd. En dat was de duurste, uiteindelijk. Voor de rest was dat een hoer, by the way. Maar ja, daar kom je dan pas achter als ze dat gedrag gaat vertonen. De meeste hoeren zijn wel zo slim dat als ze een man willen gaan trouwen, dat ze dan van tevoren geheim houden dat het een hoer betreft. En dan praat ze je naar de mond en als ze dan een contract in, in de kontzak hebben, dan denken ze, mooi zo, dan nou kan ik nu weer mijn ware aard laten zien. En dan ben jij de lul. Nou, Arthur Schopenhauer, de, die was echt heel verstandig en die wist het al. Met vrouwen, <laughs> nee. En niet dat hij misogynist was hoor, echt niet, daar gaat het niet om. Maar Artie Schoppenhouwer zei, in deze maatschappij? Uh, Mino-vrouwen. Uh, laat maar zitten. In deze maatschappij uh, hebben die vrouwen het zo hoog in de bol. Uh, uh, nee, daar ga ik niet aan beginnen. Heel verstandig van Artie Schoppenhouwer. En in 240 jaar, hoeveel is er veranderd? Nou, dan moet ik gelijk weer denken aan de Righteous Brothers. Time... Go slowly, go slowly, but time can mean so much. Ja, nee, helemaal niks natuurlijk. Schopenhauer geniaal man, alleen op dat terrein hè? En dan zijn geschreven woord, jong. Schopenhauer die schrijft Duits op een manier. Dat je dat in één keer op zijn Nederlands kan schrijven. Het enige wat je op zijn Nederlands hoeft te doen met het Duits van de 19e eeuw, is dat je alle komma's vervangt door punten. Nee, nee. Uh, ik doe het even vrolijk samenvatten. Het is natuurlijk wel iets daar wel iets meer in. Maar... Ja, het was toen gebruikelijk om uh, wat, wat wij in het uh, of in het Nederlands noemen een Alinea. Dat het in die dagen was dat een zin. Ja. Dus een, een, een zin bij Schopenhauer: dat heb je dus de hoofdzin, en heb je een bijzin, en heb je een bijbijzin, en een toelichtingszin. En, en dan werken ze met allemaal symbooltjes, met komma's en liggende streepjes. En... En niet haakjes of zo, dat gebruiken ze niet. Het is niet eens zo heel moeilijk te lezen. En dat zet je makkelijk in het Nederlands. En Arthur Schopenhauer, die had. die had kritiek op Kant. voor zover Kant zich indiet met categorieënleer. Dat is iets dat komt uit de klassieke filosofie. Waarbij Kant zegt: van dat de. de kennis van de mens. Dus hij doet. Uitspraken over kennis, dat is het eigenlijk, dat die uiteenvalt in een aantal categorieën en dan niet de negen categorieën van Aristoteles. Want Aristoteles is, daar dacht ik bij begonnen, maar Kant houdt er dan maar vier of vijf over. En dat hij dus de bestaande categorieën, ja, die gaat hij rangschikken. Dan zegt hij, ja, dan wordt hier gesproken over twee categorieën. Maar eigenlijk is dat één categorie en die moet je zo benoemen. Ja, ja daar heeft Kant zich mee ingelaten en Schopenhauer heeft dat afgezabeld. En gezegd, dat is lulkoek. Dat is het denk ik ook. Dus als je kijkt naar de menselijke kennis van nu... En dan moet je dat wel even samenvatten, wat jouw beeld is van de hedendaagse mensen die ik ken. Want er zijn nogal wat mensen die niet alles weten en niet alles meenemen en zo. Maar als je dan nu een, een lijst maakt, van, neem dan de 20ste eeuwse wetenschappers en filosofen. Dan, dan kan je daarin categorieën aanbrengen, dat denk ik wel. Maar dat is een tijdsbeeld. Dat is een modebeeld. Dat is de mode van de kennis. En dat is bij de mode, bij vrouwen. Nu zijn het roze rokjes en uh, volgend jaar zijn het, uh, is het weer allemaal in het lichtblauw. Het mode. De, daar heeft Schopenhauer gelijk in. En voor de rest laat Schopenhauer Kant helemaal intact. Het enige wat hij doet is dat hij een onopgelost deel, een soort hiaat, in de leer van Kant, en dat betreft het woord, de term, moet ik zeggen, DAS, ding aan zichzelf. Daarvan zegt hij terecht. Dat zegt Kant zelf ook. Van ja, dat is helemaal kleurloos en dat is niet nodig. En dan kan je een term opplakken en de term die Schopenhauer erop plakt. Dat is de wil. En wanneer is Schopenhauer geboren? Schopenhauer was een tijdgenoot van Hemel. Schopenhauer on women. Dat <laughs> wel leuk. Maar er staat alles hier. Dat is wel erg lelijk hoor. Dit is Wiki, hè? Nee, dit is uh, internet. Dat is een website die heet thephilosophy.com. En dan uh, directory Schopenhauer en dan ligt een streepje Women. Het minteken. Hyphen heet het op zijn Engels. Women. En dan staat hier: Schopenhauer in his essay on women is trying to demonstrate the inferiority of women. He is obsessed with a malignant vision of women. He denigrates the de... Dan puntje, puntje, puntje. <laughs> <laughs> hij is geobsedeerd met een uh, kwaadaardige visie op vrouwen... en hij gaat er weg. Hij, hij heeft verbeterd puntjes. <laughs> Dan bijvoorbeeld, uh, schrijf eens een boek wat niet gaat over seks. <laughs> schrijf eens een boek met een onderwerp. <laughs> met een maatschappelijk onderwerp waar, waar vrouwen wat aan hebben. Dus hij had letterlijk genoemd als voorbeeld: uh, schrijf een boek met de titel De filosofie van de huishouding. Vrouwen zijn toch uh, millennia lang. Uh, zijn ze, uh, zeggen ze zelf. Uh, als een slaaf uh, veroordeeld. tot de intramuraliteit van de woning? Uh, dat, dat de vrouwen waren toch verantwoordelijk voor de huishouding? En die mannen die gingen allemaal heel stoer naar buiten. Uh, die gingen uitvindingen doen. en oorlogen winnen. en uh, de koeien binnenbrengen. en de stieren vangen. want die waren weer eens losgebroken. En dan die vrouwen die zorgden toch voor de huishouding. dat hebben ze toch millennia lang gedaan? Ja of nee? Nou kom op ja of nee? Huh? Kwaadaardige visie op vrouwen? Nee, dit is gewoon een constatering. Millennia lang hebben vrouwen gezorgd voor de huishouding. Huh? Dat is dus ja. Het antwoord is ja. En moet je ook niet zeggen ja maar en ook niet vragen wat doe je precies met de huishouding? Ik bedoel verantwoordelijk zijn voor de intramurale En wat is intramural? Dat betekent binnen de muren van het huis. Ja, huh? De man was verantwoordelijk voor de extra murale toestanden, dus alles buiten de muren van het huis. En de vrouw was verantwoordelijk voor alles binnen de muren van het huis. En dat noemen wij de huishouding. Ik moet niet allemaal van die uitvluchten gaan verzinnen, ik ben heel duidelijk. Hè? Geen kwaadaardige visie op vrouwen, dat heeft niks mee te maken. Vrouwen waren daar millennia lang verantwoordelijk voor. Nou, en dan lijkt het me niet meer dan logisch dat, dat je vanuit die hoek verwacht. Dat er dan een boek geschreven wordt van: dit is de filosofie van de huishouding. Hier gaat de huishouding over. Want je hebt als, noem het maar, een bevolkingsgroep, de, de vrouw, een millennia lang, heb je daarvoor gezorgd. Nou, hopelijk heb je er wat van opgestoken. En dan komt er toch op een dag de wens in je op om dan die kennis te gaan formuleren. Toch? Nou, niet dus. Dat heeft niks te maken met een kwartaardige visie op vrouwen. Dat heeft niks te maken met het feit dat hij... Uh, dat, dat Schopenhauer dan vindt dat vrouwen lui zijn. Het heeft ermee te maken dat Schopenhauer erbij stilstaat... dat vrouwen verzaakt hebben om dat boek te schrijven. Dat hebben ze gewoon niet gedaan. Nou, en dat is... Schopenhauer zegt niet dat ze daar niet toe in staat zijn. Schopenhauer zegt niet dat de vrouwen zo inferieur zijn dat ze niet kunnen schrijven. Schopenhauer zegt alleen, ze doen het niet. En dan zegt hij ook nog van ja en ze hebben kortere beentjes dan mannen. Maar dat is ook zo. Echt? Vrouwen zijn in het algemeen uh, de lichaamslengte van. Vrouwen is gemiddeld dan, hè? Minder dan die van de gemiddelde man. En hun benen zijn, uh, uh, korter. Dus ja. Uh, dat zijn van die dingen. Dat heeft niks te maken met uh, dat Schopenhauer uh, kwaadaardig is naar vrouwen toe. Hij zegt, uh, hij zegt dat er geen enkele reden is voor dat... Uh, Noem het maar dat verheven gedrag van wat hij dan noemt de Europese dame. Van die vrouwen, oh, ik ben een vrouw dat ze jarenlang millennia lang onderdrukt. Alors, ik ben een vrouw. Ik ben ook heel verstandig, hoor. Die zeggen, ja, als je dan zo verstandig. Er is geen reden voor voor die vrouwen om zichzelf op de borsten te slaan. Punt. Ja ja, uh, Schopenhauer Wiki. Vicky. <laughs> Even kijken wanneer hij er geboren is. Uh, dus, toen Schopenhauer geboren werd, was Hegel 18. En... In, even kijken hoor. En in 1818 heeft hij dat boek geschreven: uh, De wereld als wil en voorstelling. Op zijn Engels klinkt dat mooi. Uh, the world as will and representation. En representation, dat komt van het. Uh, uh, Kant had het dan over het woord erscheinung: de verschijning. Uh, Kant is goed man. Uh, Schopenhauer begreep Kant. Ja. Nou, in 1818 en toen was uh, Hegel was toen dus wel een stukje ouder. Hegel was toen 48. En toen uh, Schopenhauer dat, dat boek had geschreven de wereld als wil een voorstelling. Die wereld als willen en voorstelling. Ja. Toen hij, hij heeft toen ook lesgegeven. Schopenhauer. Hè? Aan de Universiteit van Hippeltje -Pup. En in zijn klaslokalen zaten. De anderhalve man en een paardenkop. Hij deed het ook hij deed het niet om geld te verdienen. Arthur Schopenhauer was. in de gelukkige situatie. dat zijn vader. een handelskantoor had. Nou, wij zouden het misschien nu noemen een soort procuratiehouder of zo. Of, uh, uh, zijn vader hield de boeken bij voor handelskantoren of zoiets. Nou, ja. ja, zoiets. Misschien uh, wat je nu zou zeggen, een accountantskantoor of zo. Hij was ook Arthur genoemd. Dus niet Arthur. Want Arthur is geen Duitse naam. Hè? Arthur. Zijn vader had hem Arthur genoemd, want hij zag voor zijn zoon een internationale toekomst. Nou, ik laat een bedrijf achter, en dan, uh, ja, dan moet mijn zoon moet naar Engeland kunnen. En uh, ja, dan moet hij niet de een of andere ingewikkelde Duitse naam hebben. Dat, dat, uh, Doe maar Arthur. Maar dat heeft Schopenhauer niet gedaan toen zijn vader kwam te overlijden. Toen, uh, toen heeft hij dat bedrijf. Zij was erfgenaam samen met zijn moeder, allebei voor de helft. En toen hebben ze dat bedrijf verkocht. En Schopenhauer nou is zuinig gaan leven. Hij had geen vrouw, dus nou dat scheelt een hele hoop geld. En die woonde bescheiden, had een hondje. Met een rustig leven. Hij leefde niet armoedig hoor, hij had echt wel geld. Maar was niet iemand die het over de balk smeette. Zijn moeder wel. Zijn moeder heeft een uh, feest gevierd van die poen. Een aparte man. En in zijn dagen dat hij dan les gaf voor die anderhalve man en een paardenkop, toen zat Hegel, die zat meer naar het oosten. En die had hele volle lokalen. Met name met vrouwelijke studenten. Ook nog. Daar stond we ook weer stil. Hè. Nou, wat is het nou van filosoof, man? De klassen zitten helemaal vol, ja, maar met meisjes. Van die luie donders, die niet eens in staat zijn om de filosofie der huishouding te schrijven. Allemaal van die Europese dames. En die luisteren dan ademloos naar Herr Hegel. En in, ja, dat is denk ik met name in de. Want in De Wereld als Willem Voorstelling, sorry voor mijn haper, maar De Wereld als Willem Voorstelling, onder die titel heeft hij twee boeken geschreven. Namelijk De Wereld als Willem Voorstelling en De Wereld als Willem Voorstelling deel 2. En die is net zo dik. En ik heb ze allebei hier. Het zijn leuk hoor, leuke boeken, heel leesbaar. Het is in het Nederlands goed vertaald, kan niet anders zeggen. En daarin staat hij regelmatig stil bij het fenomeen uh, Hegel. En hij heeft een hele leuke serie van essays heeft hij geschreven. die Korte verhaaltjes, korte beschouwingen. Hè. En eentje daarvan nou, heet Over vrouwen. Daar komt het, dat, uh, dat, dat ding vandaan dat hij dan een misogynist zou zijn. Een, een vrouwenhater. En, dat is helemaal niet zo. Hij heeft kritiek. Maar je mag toch kritiek hebben? Wat is dat nou? Een terechte kritiek. Die vrouwen die zitten allemaal zo op te scheppen. Wij vrouwen. Blablabla. Bla, bla, bla. Nou, daar mag je juist wat van zeggen hoor. Gewoon allemaal best dames wat jullie allemaal beweren. Maar wel even bij de feiten blijven. Hè. Nou, hij heeft dus over vrouwen heeft hij geschreven. Maar hij heeft ook geschreven over frenologie, Als ik, mij, als ik dat goed zeg. En phrenologie, dat is de leer die, die idee opgeldt. En het was dat je aan het uiterlijk van iemand kan zien of die kwaadaardig is of deugt of niet. Nou, dat kan niet. Dat, dat... Natuurlijk heb je mensen die niet deugen en die zien er heel lelijk uit. En je hebt mensen die deugen niet, en die zorgen niet goed voor zichzelf en die gaan stinken en blablabla. Die zien er dan ook heel lelijk uit omdat ze niet deugen. En dat komt dan dat ze niet deugen. En dan zien ze er vies uit of zo. Maar iemand die geboren is met een scheve neus. Ja. Die is niet. Die heeft geen scheve neus in zijn denken. Of zo. En je kan niet zeggen dat iemand. die een klein hoofd heeft. dat hij dan ook een kleine geest heeft. En, en dat soort dingen. Want de wil. Die alles veroorzaakt. Het gaat erom dat die wil door het menselijk lichaam tot... Uh, ja, dat het menselijk lichaam door de wil tot inzicht komt. En de mens tot inzicht gekomen is een goed mens. Hij is een zachtmoedig mens. Hij is een mens die gaat met respect om met dieren met name. Schopenhauer is een... Uh, Erg geïrriteerd over het mishandelen door mensen van dieren. Dat is ook heel erg. Dieren kunnen zich niet verweren. En als mens dan een dier mishandelen, dat is. Uh, ja. En heden ten dagen zou je zeggen: Ja, maar je hebt ook kindermishandeling. En dat is toch ook erg? Uh? Dat is ook erg. Maar dierenmishandeling ook. En daar had Schopenhauer het over. Dat kan bij hem echt helemaal niet. En dat heeft bij hem dus te maken met het onvoldoende besef van zo'n mens. Van de werkelijkheid waarin hij, waarin de mens opereert. Als de mens beseft waarin hij opereert, dan, ben je, dan heb je besef van de wil en de voorstelling. En dat alles een voorstelling is van de ene en ondeelbare wil. Dus jij bent er een voorstelling van en die hond en dat paard. En is Schopenhauer helemaal gelijk in. Schopenhauer moet je zeggen. Schopenhauer. En dan komt hij in zijn, in zijn ding over phrenologie. waarin hij dan aantoont dat het uiterlijk van iemand, dat zegt niks over het innerlijk. Daar komt het op neer. Iedereen kan... Ge Bijvoorbeeld, ik ken een jongen, een boy heet hij. Die, die zit al sinds jaar en dag, sinds zijn geboorte, zit hij in een rolstoel. Hij is spastisch geboren. Zijn geest is totaal niet spastisch. Het is een van de vrolijke... Drinkenbroers van mij geweest. Echt veel met hem gesopen. Hij zei dan een keer tegen mij: Ja, hij uh, was zo dronken. En dan moet hij helemaal terug naar uh, waar hij dan uh, begeleid woont of zo. En hij heeft dan zo'n rolstoel met een accu-motor. En dan zei hij: En toen heb ik. Uh, Ofwel uh, mijn bedronken kop uh, lelijke kras gemaakt in een geparkeerde auto. Misschien moet ik wat minder drinken. Waarop je tegen hem zei: Wil je nog een biertje? Ze maak je niet zo druk, man. Ze Heeft iemand je gezien? Nee, ze niet. Ze zei: Nou, ze had niks aan de hand. Kijk, hey, Boy staat er tenminste nog bestil. Ja, toen denkt van potverdorie. Maar nou, je moet de, de mensen de kost geven die schade toebrengen aan andermans bezittingen. En dat willen ze weters doen en er helemaal, ja, die er wel degelijk wat aan kunnen doen. En hij kon er niks aan. Ja, hij was dronken natuurlijk. Ja. Maar, maar dan nog was een ongelukje. En die man is toch wel verzekerd of zo? En trouwens, heb je het over. Een boy is dus spastisch van lichaam, maar absoluut niet spastisch van geest bij hem. En Schopenhauer die wist dat toen ook. Dat wist hij niet, omdat hij kennis had van de medische wetenschap of zo. Nee, omdat hij kennis had van dat wat wij noemen de werkelijkheid. En dan sluit hij af. Hij he. heeft dus eerst de hele frenolo frenologie, als het zo heet. Of zo, he. Maar die leert dus dat het uiterlijk iets zegt over het innerlijk. Ja, dat is absolute onzin. Hij zei, er, is, ja, er is in deze maatschappij uh, slechts één uitzondering. Echt maar één. Nou, op basis van het ene feit kan je niet zeggen... dat die hele studie uh, van het uiterlijk, die dan wat zelf zeggen over het innerlijke... He? Uh, dat je omdat je één voorbeeld hebt, uh, dat je daarmee kan zeggen: we gaan ermee door. En wat is dan het ene voorbeeld? Nou, dat is Hegel. Nou, zegt Schopenhauer. Uh, ja, die, die man, zijn innerlijk, dat is precies zijn uiterlijk. Oh, wat een lelijke kop heeft die kerel. Dat is <laughs> Schopenhauer. En dan een van de hoofdwerken van Hegel, dat heet uh, De Phenomenologie van de Geest. Nou, ik heb je net uitgelegd dat het uh, idee van these, synthese en antithese, ik denk dat dat uit De Phenomenologie van de Geest komt hoor, by the way. Ik heb van De Phenomenologie van de Geest heb ik een Nederlandse vertaling uh, bemachtigd. En dat heb ik een paar dagen geleden voor het eerst uh, ja, serieus even ingebladerd. Ik heb het ooit gekocht. Ik denk, nou, dat komt een keer van pas. Hè? Ik verzamelde toen van alles. Hè. Dan denk ik, oh, Hegel. Oh. Er uh, was shoppen overal de dus zoveel zitten zuur. Nou, weet je wat, ik koop hem. En dan zegt die vertaler: van ja, ik heb hier, dit, het gaat dus niet om de hele fenomenologie des geistes, maar stukjes eruit heeft de vertaler uitgekozen. Nou, dat vind ik wel niet goed. Als je dan gaat vertalen, moet je alles vertalen. En zijn excuus was dat uh, sommige stukken Duits van deze schrijver. Dat is dus geen filosoof, hij wordt filosoof genoemd. Deze schrijver, sommige stukken Duits, uh, zijn van, ja. En dan zegt die vertaler er nog, die zijn heel ingewikkeld. Zo van, uh, die, zijn, uh, ja, die zijn geschreven door een genie. En ja, het is erg lastig om als schrijver dan uh, bij te blijven of zo. Huh? Nou, ik vind dat op een hele vriendelijke manier gezegd: uh, sommige stukjes van hem zijn niet te volgen. Dus die heb ik niet vertaald. Dat, dat, dat is er niet te snappen. Dat is een oude hoer in de ruimte. Dus die heb ik weggelaten. En wat ik wel heb weten te vertalen, dat staat in dit boek. Nou, dat is voor mij gelijk een reden om, aan te, om dan te zeggen, nou laat me zitten. En dan het enige wat je dan nog overhoudt. Ik weet dat dus dat uit de fenomenologie van de geest volgt. Dus dat begrip van dan een these leidt tot een antithese. En dan komt er een synthese aan. Nou, dat slaat helemaal nergens op. Getuigen, het verhaal van iemand aan Met de allergrootste wenden. In het menselijk denken, die wij hebben gekend sinds Christus Jezus. En ik laat even een pauze vallen. Ja. Dan weet je gelijk hoe ik er tegenaan kijk. Nou. De fenomenologie des geistes, daarin staat dan waarschijnlijk dus dat these antithese verhaal. En dan gaan we even terug naar de titel. Wat, is, wat kan dat zijn? Het wordt een beetje lang, maar. Uh, uh, dat is dan maar zo hè? Wat kan dat zijn? Als je een boek hebt, de filosofie van de huishouding. Uh, uh, wat kan dat zijn? Daar kan jij een voorstelling bij maken. Dat zou echt handig zijn. En ik zou ook heel graag willen uh, dat uh, die vrouwen dan zeggen, nou, weliswaar hebben we 250 jaar lang uh, op onze uh, iets wat dikkere billen dan de gemiddelde man. En vrouwen hebben wat dikkere billen dan uh, de mannen. En we, uh, ja, 250 jaar lang op onze dikke billen gezeten. Dikkere billen gezeten dan de gemiddelde man. En we hebben helemaal niks gedaan. Maar dat wil niet zeggen dat je niet vandaag mag beginnen. En je kan niet zeggen dat je onderdrukt wordt of wat dan ook, want jij kan OpenOffice, kan je gratis downloaden voor Linux, voor Windows, voor Macintosh. En je hoeft helemaal geen verstand te hebben van pagina opmaken of zo. Ik, kan, uh, ik zou beginnen, ik zou gelijk gaan typen in, uh, ik zou kiezen voor Arial. En standaard staat OpenOffice in een lettertype waarvan ik denk van ilk. En dan kies je voor Arial. Dat is niet moeilijk te bedienen. In OpenOffice heb je linksbovenin, kan je lettertype kiezen. En dan typ je AR. En dan komt er gelijk een pop-upje. En dan kies je voor Arial. Niet meer aankomen. Gewoon afblijven van het lettertype. Ook helemaal niet gaan werken met uh, pagina-indeling. En alinea's en hoofdstukken. Niet doen, niet doen, niet doen, niet doen, niet doen, niet doen. Niet doen. Dan gaan we typen. En dan begin je met als eerste... Filosofie der huishouding. En dan eronder doe je door. En dan jouw naam en je achternaam. En dan doe je een eentje. En dan is dat hoofdstuk 1. En. Nou, misschien dat je gelijk al begint met. Uh, 1 wordt dit. 2 wordt dat. 3 wordt dat. 4 wordt dat. Dan doe je 7 hoofdstukken. Nou, ieder hoofdstuk geef je een titel. En dan zet je je cursor achter uh, het eerste hoofdstuk, titel, en dan doe je enter. En dan ga je eronder, ga je de inhoud van het hoofdstuk typen. Nou, en iedere dag typ je wat je moet je produceren als je aan het schrijven bent. Want je, je kan niet een pagina in de maand gaan produceren, want dan komt het niet op gang. Hè? Maar stel je schrijft vijf pagina's per dag of zo. Hè? Dat is een mooi streven. Je moet iets harder, iets, uh, iets meer tempo moet erin. Want niet iedere pagina die je schrijft is de volgende ochtend even goed in jouw oordeel. Mag ik hopen, want alles wat je schrijft moet je teruglezen. Heb je? Dus je, moet cel, je moet veel kritiek hebben op je eigen product, dat is erg belangrijk als je schrijft. Uh, je moet er de tijd voor nemen en ja. Het zou handig zijn, voordat je gaat beginnen, aan het schrijven van de filosofie van de huishouding. Om blind te leren typen. Maar dat kan je tegenwoordig heb je cursussen via internet. Dan hoef je niet eens te downloaden, hoef je geen ingewikkelde dingen te doen. En dan kan je zo op een webpagina... kan je leren om blind te typen. En dan kan je lekker typen. En als je dan bent, zo'n boekje, de filosofie der huishouding. Uh, dat kan niet 20 pagina's zijn. Dat, dat, dat kan niet. Dus dan moet je komen aan. dat er wel minimaal 80 pagina's, denk ik wel. Dus als je dan gaat naar uh, 10 pagina's per dag. plus dat je ongeveer. Uh, dan moet je 160 pagina's schrijven, waarvan je de helft weggooit. Zo denk ik ja. Dus daar ben je dan. Uh, nog, daar ben je wel even mee bezig. Want 10 pagina's per dag, dat, dat lukt je niet uh, gelijk vanaf het begin hoor. <laughs> Hij wordt waarschijnlijk minder, misschien pagina per dag. Dus. dus dan ben je bezig met het schrijven van zo'n boek uh, een half jaar tot een jaar. Ah, dan moet je het tegen laten lezen. En dan komen de vragen op van mensen die zeggen, ja, wat doe je precies met die alinea? Ja, dat begrijp ik niet helemaal. Ja, zo moet je het gaan doen. Pak dat dan nu op en ga ermee aan de slag. Jongen. Maar de filosofie der huishouding, dat lijkt mij een concrete opdracht. Dan ga jij zelf maar fantaseren over hoe die hoofdstukken eruit moeten zien. gewoon nee, een tipje te geven, de huishouding gaat natuurlijk om... Uh, het, je moet een, een ritme hebben in een, in een, in een huishouding. Ja. Ja, die, die man die moet de deur uit, die moet naar zijn werk. En ja, in de regel is het zo dat uh, mannen werken op vaste tijdstippen. Ja. En daar moet dan het dan, uh, jij moet ervoor verantwoordelijk. Ja, het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat dat die externe agenda's van die mensen die dan onderdeel zijn van de huishouding die onder jouw verantwoordelijkheid vallen, dat die externe agenda gehaald kan worden. En die kinderen moeten op een bepaald moment naar school, op een bepaald tijdstip naar school. En die komen zo en zo laat uit school. En, en die man komt van zijn werk zo en zo laat. Even los van het feit of, nou die man, de extramurale, zeg maar, degene die buiten de deur werkt. Ja, die, die komt hem zo zo laat thuis. En degene die binnen de muur, intramuraal, bezig is. Ja, die moet dan wel zorgen dat als die extramurale binnenkomt, dat dan. Hè. De tijd is een belangrijk aspect, daar zou ik aandacht aan schenken. dan heb je. Voeding is natuurlijk een hele belangrijke. En welke aspecten zijn belangrijk bij de voeding? Ja, dan moet je niet gelijk gaan brullen. Oh, de voedselwetten van Leviticus of zo. Oh, dit wil biodynamisch eten of zo. Dat zijn aspecten van de voeding. Want niet iedereen is biodynamisch bezig. En het is niet zo dat als je niet biodynamisch eet. dat je dan per definitie slecht zorgt voor de huishouding. Dus stel, je hebt een huishouding en dan heb je een tuin met kippen. Nou, dan mag je toch eieren eten, of niet? Dus dan ben je niet veganistisch bezig, snap je? Ja, goed, zo, enzovoort. Zo. Hey, de filosofie van de huishouding, daar kan jij je bevoorstellen voorstellen waar dat over zou moeten gaan, zo'n boek. Maar nu vraag ik aan jou uh, de fenomenologie van de geest. Waar moet dat boek over gaan? Dan geef je tien seconden. Weet jij het? Dan weet ik het ook hoor. Maar ik zou het niet weten. De fenomenologie van de wil, moet je dan zeggen. Hè? Want de geest, dat, dat valt onder de categorie res cogitans. De geest heeft geen gewicht. De geest heeft geen kleur. De geest heeft geen afmeting. Ik schaak heel graag. En het leukste vind ik het om te winnen. En dan krijg ik punten. En dan stijg ik in de achting van mijzelf voor mijzelf. Ik denk ik zo. En dan word ik s morgens wakker en dan ga ik naar Liches. Die zat hieronder. Dan moet je zelf ook, dat is hartstikke leuk. En dan ga ik naar Liches en dan heb ik zo mijn profiel of zo. En dan heb ik de dag ervoor zes potjes gewonnen en dertig punten erbij. En dan denk ik, oh, hm. goed zo. En dan ben ik trots op mezelf. Maar soms zit ik te schaken en dan maak ik zulke ongelooflijk domme fouten. Er zijn gewoon die bepaalde dingen en dat doe ik dan vaker. En dan denk ik, oh nee, niet weer. Oh. En dan vind ik het zo erg hè, dat ik het ben die aan het schaken is. En dan heb ik de geest niet. En een andere keer wel. En dan, word je, dan klik ik op uh, Begin een nieuwe partij. En dan gaat de computer die gaat dan uh, internet daten voor mij. En dan krijg ik een tegenstander die mij waardig is. Dus het is dus niet zo dat ik gematcht word. Ik heb nu uh, 590, 1590 punten. Dat is niet heel slecht, hè. En ik word niet gematcht met iemand van 1100 punten. Ja, die maal ik zo van het bord af. Dus, uh, ja... Maar ik krijg dan tegenstanders van mijn kaliber. Tegenstanders vanaf 1450 aan punten tot en met 1750 of zo. Nou, en heb ik de geest... En dan word ik gematcht met een tegenstander van uh, 1680 punten. En dan, dan denk ik, mooi zo, mooi zo. En dan ben ik helemaal charged up, zo. Want dan, dan zie ik van, oh, als ik van deze win, dan krijg ik een hele hoop punten erbij. Maar als ik de geest niet heb en ik word gematcht met iemand van 1680 punten, dan denk ik alleen maar, oh jij, straks ga ik verliezen. Want die mensen met 1680 die zijn heel goed. En waar het nou door komt, dat weet ik niet. Ja, dat weet ik wel. Dan ben ik afgeleid of uh, ik heb net een stomme brief gehad van iemand en denk ik, oh jij ook nog. Hey, dan kon ik er net nog even bij hebben of zo. Of ik zit in mijn software en er zit een van, ik, zit, ik ben begonnen aan iets vol goede moed en ik heb al in de gaten van, oh jee, volgens mij heb ik een dag helemaal voor de kat zijn achternaam uh, geprogrammeerd. En dan ben ik zagrijnig dat ik een, een dag verspild heb. Of ja, het is niet echt verspilling, maar... Ja, en dan probeer je nog even vol te houden van... Nou nee, misschien had ik het toch bij het rechte eind, dan moet ik het zo doen. En, en nou, uiteindelijk was het dan zo dat je... je hebt het gewoon fout gedaan en je moet het goed doen. En dan ben, je even, dan ben je er niet helemaal met je hoofd bij, zo noemen ze dat ook wel. Dat is de geest. Dus de geest is er wel bij of de geest is er niet bij. Want natuurlijk moet het zo zijn dat als ik gematch word door de computer... met iemand van 1700 nog iets, dat is wel ook gebeurd dat ik win... En ik heb gewonnen van mensen, dan had ik 1580 punten of zo, 1580 punten. En heb ik gewonnen van mensen van 1710 punten. Ja, dus ik kan het wel. Hè? Maar dan moet ik er helemaal bij zijn. Dan moet ik de geest hebben. Nou, wat is nou daar de fenomenologie van? Welke fenomenen hebben de geest dan? Hegel heeft gezegd. Uh, dat was, uh, in de tijd, uh, was in de tijd van Napoleon. Dan uh, had je de Franse Revolutie gehad. De Franse Revolutie is veroorzaakt door Adam Weishaupt. By the way. Die club van hem, he, die zat erachter. En Adam Weishaupt was uh, uh, leraar aan uh, de katholieke universiteit van Ingolstadt. Nou, daar word je niet zomaar. Ja, die hele vrijmetselarij toestand, dat word ik wel genoemd de protestantentak tak van de contra-reformatie. Nou, die is de Franse revolutie begonnen. En toen kreeg je dat uh, karakter, dat heette Napoleon Bonaparte. En die zou wel even Rusland gaan veroveren. En van Napoleon Bonaparte is er ook zo'n schilderij gemaakt: dat hij op een stijgerend paard of zo. Uh, nou, en een Hegel uh, die krijgt helemaal uh, uh, de geest van het leven en werk van Napoleon Bonaparte. Waarvan hij zegt: Ja, en hij is de wereldgeest. Dus uh, Napoleon Bonaparte is een fenomeen van de geest. Ja, mag ik een tijdje om te braken of mag ik braken in je mond? Hoezo is Napoleon Bonaparte een teken van een wereldgeest? En wat is een wereldgeest? Een soort One World Order-idee of zo? Uh, we are all together now en we gaan allemaal samen en we maken ze gek. Dat is Hegel. Ja. Ah. Een, een uitermate lelijke man. En iedereen noemt hem filosoof. En het boek wat hij geschreven heeft, de fenomenologie van de geest, jij kan ook niet verzinnen wat dat überhaupt in zou kunnen houden. En dan vertel ik je ook nog dat hij het dan heeft over een wereldgeest. En dat Napoleon Bonaparte, dat is daar een exemplarisch ding van. En we gaan ze allemaal gek maken. Net als George W. Bush, van now we can see. Nee, George Herbert Walker Bush in 1990 op 11 september. 11 september? Ja, op 11 september. Elf jaar voordat de uh, Boom in die Twin Towers ging. Uh, George Herbert Walker Bush, zo heel prominent zei. And now we can see een nieuwe uh, wereldorde komen. Oh ja, waar dan? In de natte droom van George Herbert Walker Bush? De nieuwe wereldwanorde nee, de, de, de nieuwe wereldorde waar die George Herbert Walker Bush het over had. Dat is de oude wereldwanorde. Dat is chaos. Napoleon Bonaparte, dat was chaos. De Franse revolutie was chaos. Geheime genootschappen, dat was chaos. Er is een Amerikaanse president geweest en die heeft gezegd: er is een fenomeen. En het heet. Uh, daarna nou, gebruikt hij het, het woord repugnant voor. Dat is even een quiz voor jullie. Ga het even opzoeken. Die had het over geheime genootschappen. Even voor jullie geschiedenisles. Dan doen we Engels. En dan. Dus. Dat is weer zinwekkend. Er was een Amerikaanse president. Die heeft een toespraak gehouden. waarin hij het had over geheime genootschappen. en dan met name geheime genootschappen in Amerika natuurlijk. He? Hij was niet een toespraak aan het houden voor de inwoners van Hongarije. En hij had het over secret societies. Dat is Engels voor geheime genootschappen. Adam Weishaupt, de veroorzaker van de Franse Revolutie... was de leider, de stichter van de Beierse Illuminati. Een geheim genootschap. Die president die noemde het dus repugnant. Het idee alleen al van geheime genootschappen. Is repugnant. Repugnant betekent weerzinwekkend. Wie was die president die dat zei? Je kan op internet kan die audio zo uh, opzoeken. Dat was een speech die hij hield. Voor de tv of de radio, dat weet ik niet. En ik zal het een klein beetje verklappen. Een paar jaar later. En was hij doodgeschoten. De naam van die president was John F. Kennedy. Dat is chaos. En uh, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, dat is de filosoof uh, die die chaos in, uh, in de vorm van uh, Napoleon Bonaparte betitelt als de wereldgeest. Dat ja, klopt niet. Die, die man deugt niet. Zijn werk is gelukkig niet te vertalen in het Nederlands. En dat is maar goed ook. En dat boekje wat ik hier heb, hè, dan, uh, wat er dan wel te vertalen was, dat is dan eens dus vertaald op zijn Nederlands. Dat boekje hou ik hier lekker. Dat gooi ik niet weg. Ik heb het bewijsmateriaal in handen van de absoluut uh, repugnant, uh, weerzinwekkende schrijfsels van deze vieze Duitser. Schopenhauer heeft het gezegd. Niet één keer, niet twee keer. Hij bleef er maar op hameren. Maar mensen, het, het gaat hier niet om een. Uh, het gaat hier niet om een mens. Het gaat hier over een uh, brabbelende zak moleculen. Zonder besef. En luister niet naar die man. Met zijn these, antithese, synthese. Dat is geouwe hoeren. Dank jullie wel voor het luisteren. En op zijn hamburgs zeg ik tjus. En dag hegelhatertjes.